Wij hebben de deuren moeten sluiten omdat we uh, 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 niet meer kunnen doen. Of mogen doen, zeg maar, wat wij uh, daarvoor altijd deden. Dus we mogen niet meer kijken wat hij heeft, uh, niet meer een pootje spalken, niet meer een wondje verzorgen. Uh, wij, wij mogen nog voer, water geven en hokjes schoonmaken. En, ja, dan kunnen wij dus ook niet uh, uh, nieuw, nieuwe dieren hier, hier aannemen, want wij, wij, wij kunnen die zorg niet meer garanderen. En dat komt omdat uh, um, de hulp die ze nodig hebben, zeg maar, allemaal werk is voor een dierenarts, volgens de letter van de wet. En, ja, en ik ben geen dierenarts, ik heb de kennis, maar niet het papiertje. En de dierenarts? Die heeft het papiertje en niet de kennis. Dus de deuren zijn dicht? Wat is het gevolg voor de vogels die nu uh, aangereden worden in de regio? Ja, de vogels die nu aangereden worden in de regio, dan moeten we hopen dat de partnerpieren bereid zijn daarmee naar een dierenarts te gaan en daar 50, 60 euro voor te betalen, zeg maar, voor een consult. En anders uh, ja, moeten ze blijven liggen. Die bestaan inderdaad al, al, al lang. Hoe kan het dat het ineens niet meer mag? Omdat in het verleden eigenlijk alle ambtenaren die daar iets over zouden kunnen vinden, weten dat de dingen die we doen een beetje in een grijs gebied hangen. Maar zeggen ja, je moet toch werken. In dit geval was deze mevrouw heel strikt. Dus op een gegeven moment heeft u controle gehad. Wie heeft dat tegen u gezegd dat dat niet meer mag? Dat was een vrouwelijke dierenarts bij de NVWA. Die ons heeft verteld dat al het werk wat wij hier doen alleen maar door een dierenarts mag. En dat is de wet. En toen heeft u besloten: dan doen we de deuren dicht. Ja, toen hebben we moeten besluiten. Want zeg maar, als, als ik niet, niet de zorg kan geven die wij zouden moeten geven. Die we um, verplicht zijn volgens de ontheffing die we hebben. Ja, dan, ja, dan houdt het op.